Onze verslaggever Jan Walen is al de hele middag in Breda. Ja, Jan, brandmeester, maar het is nog niet gedaan, hè? Nee, kijk maar achter me. Je ziet nog steeds rookwolken naar boven gaan die veel minder erg zijn dan toen ik hier net kwam. Want toen was het een enorme, dikke, zwarte rook die ik al in Tilburg zag toen ik onderweg was naar hier. Zo hoog was hij. Nou, en ja, inmiddels is de brand inderdaad echt veel minder geworden. Maar hij is nog niet uit. Over de laatste stand van zaken praat ik nu met de woordvoerder van de politie. Dat is Willem-Jan Uitenhagen. Ja, meneer Uitenhagen, hoe is de laatste stand van zaken? Nou, om 4:30 is het zijn brandmeester gegeven. Maar zoals je kan zien zijn we nog volop aan het nablussen. Omstreeks 6:45 komt er ook nog een extra kraan. Die gaat helpen met het nablussen. En dan kan er nog wat extra rookontwikkeling zijn. Die kraan die gaat het eigenlijk een beetje uit elkaar trekken, zodat ze er beter bij kunnen. Is dat het idee? Hoe dat technisch verloopt weet ik niet precies, maar die gaat in ieder geval assisteren bij het nablussen. Ja. Maar die moet, begrijp ik, van ver komen, dus dat duurt nog eventjes. Ja. Ja. En dan zou er weer even, omdat dat in dat blusproces komt, weer extra rook kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het vuur oplaait of zoiets, dat het weer het blijft onder controle. Ja, extra rookontwikkeling, maar die rookontwikkeling zal zich ook tot een kleiner gebied beperken. Ja. Dus dat zal meevallen. Ja. Er zijn hier heel wat mensen opgetrommeld om te komen helpen, hè? Ja, in ieder geval minimaal 80 brandweerlieden die zich vandaag met man en macht hebben ingezet. En dan natuurlijk nog tal van andere hulpdiensten die erbij betrokken zijn. Ja, ja. Want het hele gebied was hier afgesloten en ja, ze zijn hier uren aan het werk geweest. Ja, klopt. Vanaf de melding 12 uur tot nu nog steeds. En dat gaat nog wel even duren. Ja, ja. Ja, want zoals we al zeiden achter ons, het is nog steeds niet helemaal uit. En als die... dat vuur wat minder is geworden en de rook is een beetje weggetrokken, dan zie je pas echt de ravage zoals die is in dat bedrijfsverzamelgebouw dat ja, ik schat wel een kleine 200 meter lang is en zo'n 40 meter diep. En ja, daar is toch meer dan de helft van helemaal verwoest. En ja, dat is een bittere pil voor de mensen die daar een bedrijf hadden. Ja, er is eigenlijk gewoon niks meer van over. Als je ziet, het is een soort van skelet. Nou was er kort voor deze uitzending een persconferentie van de burgemeester in Breda, Van der Velde. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij zei, hij was op het stadhuis. Hij zei dat hij het vreselijk vond. De brand die er gebeurd was vreselijk. Natuurlijk ook voor de mensen die hier achter een bedrijf hadden. Maar hij benadrukte dat er bij die brand en die enorme rookwolken geen voor de gezondheid schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De rook was heftig en zonder meer rook boezemt ook angst in. Maar de feiten, de metingen tot op heden geven aan dat er geen gevaarlijke concentraties van schadelijke stoffen is gemeten. Het RIVM en het BOTMI, het onderzoeksteam voor milieuincidenten, verricht nader en aanvullend onderzoek. Omdat ik het belangrijk vind dat we ook die verdiepingsslag plegen, zodat we exact weten... wat is er vrijgekomen, wat is de mate en de kwaliteit daarvan. En dat is denk ik ook in het belang van in ieder, want we hebben ook te maken met gezondheid. En ik wil ook vragen die knellen ook beantwoord zien. Hij was de burgemeester van Breda, net voor deze uitzending. Nou is dat een bedrijfsverzamelgebouw. Ik zie achter jou een vlag wapperen van afvalverwerker van Ganzenwinkel. Nou was de brand waarschijnlijk ontstaan bij dat andere bedrijf, een dochterondernemer van Ganzenwinkel. Wat zaten daar voor bedrijven? Ja, die dochteronderneming van Ganzenwinkel, waar de brand vermoedelijk is uitgebroken. Maar er zat ook een carrosseriebedrijf in. Er zat ook een bedrijf in met dakbedekkingsmaterialen. Een groothandel daarin. Nou ja, en zo waren er nog enkele bedrijven. Ik ken ze nog niet allemaal precies, maar het is duidelijk dat de meeste daarvan, ja, dat daar niks meer van over is. Ik sprak met een medewerker van die dakbedekkingsgroothandel en met de eigenaar van het carrosseriebedrijf. Ja, en voor hun was het geen vrolijke middag. Volgens wat ik gehoord heb van de brandweer is er helemaal niks meer. Dus helemaal, alles is weg. Dus hoe is het ermee? Ja. Over. Dat is een harde conclusie. Het is niet anders. Ja, verschrikkelijk. Kon nog wel allemaal op tijd wegkomen. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, gelukkig wel. Ja. Maar, het is wel verschrikkelijk. Ik sta wel een beetje te trillen eigenlijk, maar... Ja. Wat voor bedrijf werkt u bij? Wij werken bij Abo Trading. Dat is een groot handel in dakbedekkingsmaterialen. Ja. En dat materiaal, dat is nu in vlammen op aan het gaan? Ja. Ja, daar is niks meer van over. Er staan een aantal splinternieuwe vrachtwagens in. Allemaal werk voor na de vakantie, was ik aan het regelen. Er staat een berg materialen staat er allemaal binnen. Er staat een kraan binnen.
heftruck voor reparatie, een hele berg dingen. Ik denk 4 of 5 bedrijven die in rook zijn opgegaan helaas. Ja. Het is dan machteloos toe te kijken. In rook, alles gaat in rook op. Ja, wat voor rook? Dikke zwarte rook, we zagen het al, je zei het al. Ja, en die rook, met name die rook, zorgde ook voor heel veel overlast, hè? Ja, want hij had dus gelukkig geen schadelijke stoffen, maar hij was heel erg zwart. Dat kwam onder andere door dat dakbedekkingsbedrijf. Daar liggen materialen in waar veel olie bij zit en dat maakt die rook zo zwart. En die rook die trok in de richting van Breda Noord, de wijk de Hoge Vught. En daar, ja, daar moesten mensen ramen en deuren sluiten. Daar ging de sirene ook af en uit voorzorg werd daar zelfs het winkelcentrum gesloten, omdat het gewoon maar beter was om binnen te blijven, ook voor de klanten van het winkelcentrum. De rookwolk trok vlak langs winkelcentrum Hoge Vught in Breda Noord. Uit voorzorg werden alle winkels ontruimd en gesloten. Ja, ik wil boodschappen gaan doen. Maar dat kan ik nog niet, want het is brand. Daardoor zal het gesloten zijn natuurlijk. Ja, tuurlijk moet je dicht. Tuurlijk. Alles ramen dicht en zo. Je weet toch niet wat het is? Nou ja, het is jammer dan, hè. En nu? Nou, gewoon naar huis. Ja, ze moest even voor de schoenen kijken. Dus, maar ja, helaas binnenkaars. Waarschijnlijk gaat het winkelcentrum vandaag niet meer open. Ja, dat was dus dat winkelcentrum. Dat was gesloten. Morgen zal het waarschijnlijk weer gewoon open zijn. Maar wat gebeurt er nou daar waar jij nu bent de komende uren nog? Daar moet het vuur uit. Het is onder controle, maar het is nog niet uit. Ik zag een half uurtje geleden nog echt vlammen branden. Dat kwam onder andere van een gasleiding die daar nog niet was afgesloten. Daar zijn ze nou bijvoorbeeld mee bezig om die af te sluiten, zodat dat in ieder geval niet blijft branden. En de brandweer heeft moeite om dicht bij het vuur te komen. Het is ingestort, het gebouw voor een gedeelte. Er is dus instortingsgevaar en het woedt daar onder die ravage nog steeds. Dat zal op een of andere manier wat opengewerkt moeten worden, zodat ze daarbij kunnen. En dat blussen en later ook het nablussen, dat gaat nog vele, vele uren duren hier.